Een lamp midden in een afgelegen bos. Het is de plek waar in de jaren 30 een kiboet stond. De Joden die naar het gebied wilden trekken dat nu Israël heet, bereiden zich voor op een agrarisch bestaan. Niet toevallig streken zij neer in Beverwijk. persjes werden geteld, aardbeien, nou, sla, alle soorten groenten. werden hier geteld. Dus wij waren echt het middelpunt van Nederland. van de tuinbouw. Het contact met de lokale boeren verliep goed. De Joden voelden zich thuis. Een aantal waren lid van de. Bijvoorbeeld de tennisvereniging in Beverwijk. Uh, die waren dus uh, die tennisten mee. En uh, ze deden het mee met de voetbalclub. Er was weinig uh, sprake van antisemitisme. Dat was er echt. Uh, de NSB was er wel. Maar de NSB was in Beverwijk relatief heel laag. Heel klein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de meeste Joden die in de kieboet zaten om. Hun droom, die ooit in Beverwijk begon, is dus nooit werkelijkheid geworden. Als kind heb ik ook een droom gehad. En dat hebben we elke mensen en dat hebben we hun ook gehad. En dan zie je dat dat dus abrupt, echt abrupt, eh, door omstandigheden waar je eigenlijk geen directe invloed op hebt, afgebroken wordt.